verlaat mijn huis in de, zegt men, gematigde zone. De Norse wolf van het noorden kijkt me na. Mijn zonen zijn in de groei. Ik ben een man, blijkbaar. Op reis in mijn hoofd als ik stilsta. Pas op de plaats makend wanneer ik beweeg. Ik ga van gezicht naar gezicht. In de baggermolen van overproductie, minachting, waanzin en winst. Ik weet dat zelfs wie dood wil, liever zou leven. Ik geloof dat iedereen graag eet. April, Amsterdam, Hoek Kinkerstraat. Aanvankelijk draaien we nog op zwart-wit. Onwennig, nerveus, gespannen op de dingen die komen. Ook is er die dag een kroning. De elite tooit zich met de veren van het volk. Men zou willen dat dit ophield. We mogen ze juist gekraakt te ponden, hebben nog een hele hoop dingen nodig.
was. Matrassen, dekens, stretchers, meubilair, radio, closetpapier, bestek, borden, bekers. Mensen die die dingen nog over hebben, kunnen ze hier bij ons brengen. En dan kunnen de bewoners er gebruik van maken. Heel graag. In eerste instantie is het zo dat de gemeente zal zeggen van ja, dat huis is helemaal niet van ons. Ja. He, dus je moet ze A zover krijgen dat ze met de eigenaar, als die dat ziet zitten en niet direct tot ontruiming wil overgaan, daar moet ik misschien apart nog even over hebben, maar dat ze met die eigenaar in contact treden en dat die eigenaar het, ze nou ja, voor een beetje redelijke prijs wil afstaan. Dat is het eerste punt. Het tweede probleem is dat ze nou ja, een plan moeten hebben. Mede ontwikkelen en wat je er zelf af en toe aandraagt is altijd meegenomen natuurlijk om het te verbouwen. Ja. Nou ja, dan moet het nog een keer gebouwd worden. Dat zijn eigenlijk wel de drie punten. Dus maar daarom denk ik van nou, het is prima om dat ook te proberen, maar ik denk dat wij dan nu wel moeten kijken hoe we het nu vast zelf gaan verbouwen. Want die architect die rekende ook alleen bijvoorbeeld de materiaalkosten. Hij ging er verder vanuit dat we het zelf zouden gaan maken allemaal. Nou, we moeten gewoon ook contact opnemen met mensen die ervaring hebben met het verbouwen van dit soort ruimtes. Ook vrienden van mij heb ik zelf meegeholpen met verbouwen in de Borgerstraat. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we die er zo vlug mogelijk bij moeten halen om te gaan vragen hoe we het beste kunnen beginnen. Dus je moet daarnaast eigenlijk via politieke druk toch, of via vriendjes, contacten bij de gemeente, die weer zover krijgen dat ze gaan aftasten bij de eigenaar. Misschien kan ik nog even om dat puntje dan af te ronden, want jullie hebben natuurlijk wel meer te doen. Ja. Maar wat die rechtshulp betreft, die is dus gratis. Ja, en op 53 zijn ze net geweest. 53 die hebben spiralen nodig. Want die hebben tekort aan barricademateriaal. Dus neem gewoon maar mee wat je vinden kan. Ja, alles nou, balken van ongeveer 1,5 meter of 2 meter lang. Ja. Hoe zien die metaal eruit? Nou, met zo'n hoek, zo'n 90 graden hoek, en zit zo af en toe zo'n gaatje in, zodat je steeds de muur kunt timmeren. Ik zat ook te kijken of we niet van dat hele dikke gaas konden krijgen, wat je ook bij die raampjes hadden van die mobiele eenheidwagens. Om, als ze hier langskomen, trekken ze eraf. Om van dat spul voor die ramen te doen en met stevige schroeven binnen vast te maken. Het is namelijk te klein om je hand door te steken om van binnenuit open te schroeven. De barricade hiervoor die moet verstevigd worden, want dat ruitje dat is zo in te tikken. Ja. En je bent binnen. Kunnen we even 2 man aanzetten voor het eten of zo, die dat meteen even doen? Ja, dat kan. Jij zou koken. Hè? Jij zou koken, ja. Oh ja, ik zou koken. Jij? Ja, zo. Doe dan even met 2. Ja. Oké. Okay. Nou, lijst voor wachtlopen. Doe even handen omhoog, mensen die morgen overdag. 1, 2, 3, 4. 6, 7. En dan gaan we door bij de deur natuurlijk, vanaf 9 uur. Ja, ik wil vanavond ook wel. Jij wil vanavond ook? De hele nacht. Nou ja, als er verder niemand is, dan moet ik nee, de hele nacht. Nee, ik wil de hele nacht. Nee, hoor. Hij is nog vers. Hij is nog vers, dus misschien kunnen we voor 3 uur pakken. Ja, we hebben hier, hoor. Ja, ik denk dat je daar best wel vrij langs. Ja, moet jij niks doen morgen? Werk jij? Nee, ik heb zo'n oké. Oh. Dus ik kan de slaapkamer zo ingericht dat je de hele nacht computer, de hele dag heeft. Maar zeg maar zelf de tijd, tot hoe laat je dan wil. Ja, van 12 tot 6 voor de best. Dat zijn vaak horen. Dat zijn. Zul jij dan gewoon maar zitten? Ja, dat is goed. En daar komt het gewoon in dezelfde plaats. En dan vragen we 1 minuut door of ze een muurtje bouwen. Thank you.
4 mei. De doden worden herdacht. Het is voor mij heel persoonlijk dat ik er op een gegeven moment ingestapt ben. Niet uit een soort analyse van de geschiedenis of zo, maar meer iets... Ja, dat op een gegeven moment kom je in een situatie waarin je huisvesting heel slecht is. Dat zie je om je heen. Dat het heel slecht is. Dat geldt voor een heleboel mensen. En opeens door gesprekken met mensen of door dingen erover te lezen... of doordat je met een kraakgroep in contact komt... denk ik dat je op een gegeven moment de stap maakt om... actief te worden in een beweging die voor meerdere mensen bezig is. En dat is tegelijkertijd je oplossing voor je eigen huisvestingsprobleem. En als het beleid zo ver achterblijft dat duizenden jaren moeten wachten, nou, dan doen we het zelf. Maar daar zit meteen toch ook een probleem met het oog op de democratie, hè? Je doet dus dingen zonder je aan te trekken van de vormen die er tot zover voor bestaan, hè? Nou, je onderkent denk ik dat de vormen die ervoor bestaan voor de distributie van woningen, dat die tekortschieten. En dan is de keuze dus leidzaam wachten tot je eindelijk op een normale manier kan wonen. Of kiezen voor een groep of voor een grote groep van mensen die zegt van wij kunnen dat zelf ook en we nemen het in eigen hand. Als er genoeg woningen waren, dan zou nooit de kraakbeweging ontstaan. En via overheidswegen of gemeentewegen wordt er helemaal niet genoeg aan gedaan. En het is gewoon een noodzaak. Dat maar ja, die overheid is ook langzamerhand machteloos, hè? Om er iets aan te doen, hè? Ja, dat wordt elke keer zo gezien. Dat wordt inderdaad elke keer zo gezegd. Nou, en wij geloven dat er best wel dingen ook wel aan kunnen worden gedaan als er heel veel kantoorpanden gewoon leeg staan. Die helemaal niet in gebruik worden genomen. Nou, dan denk ik, er kunnen gewoon heel veel mensen wonen. Ja, precies, maar het wordt al gepresenteerd, de overheid is machteloos om er wat aan te doen. Terwijl de ene vergunning naar de andere voor kantoorpanden afgegeven wordt. Nou, ik vind dat is het tegendeel van machteloosheid. Dat is een keus die je maakt. En dat is een keus tegen mensen die een woning zoeken. Hmm. En dat kan je niet anders zien, denk ik. Het blijkt keer op keer weer dat wat hier beloofd is op deze hoek, dat er wisselwoningen zouden komen. En op een of andere duistere manier staat er een jaar later zo'n kantoorpand. Op deze plaats waar wij nu zitten? Op deze plaats waar wij nu zitten, ja. Maar jullie hebben wel het gevoel dat je ook voor andere actie voert? Zeg maar voor gewone mensen die... Wij zijn gewone mensen. Ja, dat kan voor jullie toch gezegd worden. Maar zeg maar een groep studenten. Nou, ik vind het belachelijk dat ze je meteen in een hokje proberen te duwen. Ja. Dat vind ik echt... je kan niet zeggen, want hier zit van alles. Het zijn wel allemaal jongeren. Ja. Maar ik geloof dat de meerderheid zelfs werkende jongeren is. Dus. Ja? Ja. Ja, precies. Hier is het ontzettend gemeleerd. Maar ik denk ook dat we op een gegeven moment best... of in staat zijn, en dat het ook al gebeurt, dat er gekraakt wordt voor mensen voor wie het veel moeilijker is om die stap te nemen, die een heel andere positie hebben. Ja. Je ziet dat bij de groep vrouwen van Blijf van Mijn Lijf huis, die zichzelf niet in staat achten om een kraak te zetten, en die dus naar een groep stappen en daarmee meegaan kraken op de duur. Nou, je ziet dat het voor gezinnen gebeurt, voor buitenlanders gebeurt, en ik denk dat dat heel goed is. Er wordt ook echt gekozen voor die woongroepen. Wat houdt dat in? Nou, dat je bewust kiest om met een stel mensen gewoon samen te leven. En veel dingen dus gemeenschappelijk ook doet. En waarom is dat? Waarom je daarvoor kiest? Ja. Nou, ik denk omdat je ontzettend individualistisch... eigenlijk de laatste jaar toch wel bezig bent geweest. En ook de hele maatschappij dat ontzettend stimuleert. Van carrière maken. En dat je op een gegeven moment ziet dat je ook op een hele andere manier met elkaar gaat leven. Dan allemaal afgescheiden in je eigen huisje met je tuintje eromheen. En zo. Maar dat je met een heleboel mensen hier leeft. En dat ook wel heel goed kan. Je merkt dat je vaak vanuit eenzaamheid. Dat mensen dan of gaan samenwonen of gaan trouwen. En... de reden waarom je op een gegeven moment niet uit elkaar gaat, is ook vaak dat je dan ineens op jezelf wordt teruggeworpen. En dat is wel een erg grote stap om dat op die manier te doen. En voor mij is het ook een reden, zeg maar, om in een groep samen te gaan wonen. Om mijn angst op een gegeven moment wel te delen met meer mensen. Dat ik emotioneel niet afhankelijk ben van één persoon.
En dat niet één persoon alleen emotioneel afhankelijk is van mij. Maar toch dat er meerdere mensen om me heen zijn waarmee ik bepaalde dingen kan delen. Nou, wou ik even door op zeg maar dat geweldaspect. Want op een zeker moment heeft de kraakbeweging toch besloten van we slaan wel terug. We laten ons niet meer wegtimmeren. Hè? Ja. Ja, het is niet zo dat de kraakbeweging dat besloten heeft, denk ik of zo. Maar het is meer, je laat je niet zomaar meer slaan of zo. Dat de enige manier waarop je aan je vind ik, rechtvaardige verlangens toe kan komen, is om te zorgen dat je niet in elkaar geslagen wordt. He, nou, daarmee komen al die dingen aan het rollen als de krakers worden militanter. Die in de kraakbeweging zitten hele grote groepen gewapend met ijzeren staven, helmen, et cetera. Nou, dat is alleen maar een reactie op de dreiging dat dat je keer op keer weer door een hele simpele manoeuvre of van de gemeente of van knokploegen op straat komt te staan. Dat is ook met barricades voor de deur. De enige manier om je een beetje rustig te voelen hier in huis is om aan jezelf en aan de buitenwereld een soort fort-idee te verschaffen. Ik vind het gewoon heel erg dat je echt iets probeert heel vredelievend te doen en dat je merkt dat er toch geweld op je dak wordt gestuurd en zo. Nou, dat vond ik ontzettend ontgoocheling. Dat je echt denkt van nou, wat waren we ook, het eerste wat ik zei, jeetje, wat waren we ook een idealiste en wat stom en zo. En, ja. Nou. Voel je verbitterd over? Ja, wist wel. Ja. Ik ben ook echt echt bang over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want echt, als je constant uniformen ziet en je krijgt echt het idee van ik word ieder moment opgepakt. Ook zo van ja, echt, er wordt toegewerkt naar zo'n politiestaat. Ik denk, ik kan best voorstellen, begrijp ik, in zo'n situatie is een oorlog of zo'n dreigende oorlog. Hoe je zo'n gevoel dan, hoe dat dan zou moeten zijn. Constant bedreigd door mensen en zo. En een voortdurende angst. Hoe vond je bedreigd? Ontzettend, ja. Geldt dat voor jullie? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, sterk. Hoe uitziet dat? Ja, in een een permanent daarover. Je hele dag wordt erdoor beheerst, hè? Je hele week wordt erdoor beheerst. Dat mogelijke knokpartijen die hier weer zouden kunnen ontstaan. Mogelijke interpretaties van de pers, dat wij dat weer uitgelokt zouden hebben. En het is 24 uur per dag. Ik heb zelfs dat ik in mijn bed overloop te malen. Van, ja, ik kan wel redelijk zijn. Ik ben zo moe. Uiteraard kun je slapen. Maar... May. De bevrijding wordt herdacht. Amsterdam, een straat, een plein verder. 100 Marokkanen, eerst als onze schoonmakers, als onze zwarte werkers aangetrokken, nu ongewenst en maandenlang in een kerk verschanst. Vandaag ruimen ze op. Ze zullen over het land worden verspreid. Sommigen zullen gepakt worden en teruggestuurd.
ما خلصوا علينا شي كلبوس ما خلصونا في مولاد العيال ما خلصونا في شني برداخ ما خلصونا حتى في شي حاجه وعند الاخر كتقولنا الدوله الهولنديه علاش خصكم تكون عندكم عامين او ثلاث سنين حنا عندنا ثلاث سنين حنا خدامين ماشي غير عامين واه ثلاث سنين حنا خدامين هنا في هولندا كاين سبع سنين وكاين ثمان سنين وخدامين كيقولوا خصكم تجيبوا 22 شهر مع الباترون واحد شكون هذا اللي غادي يجيب 22 شهر مع الباترون واحد فين هو وما الناس هذا كيتزوج بالمراه ما كيجيبش معاه عامين ديريكت في هذه الهجره هذه كيدير المراه الزوجيه وكيتزوج معاه ما يجيبش يعني معاه الشهر في العام مع المراه وحرك حنا غادي نجيبوها مع الباترون واحد انا في الصباح كنت نعست في الحلاق عيانه في الميكروب وفي الفراش عيانين وكنتفكر يعني اش من الحياه اللي راحنا فيها هنايا وكنفكر في اولادي خليتهم يعني ضايعين وانا ضايع هنايا وصحتي ضايعه هنايا على حقاش وجيت يعني الصحفي معايا كيصورني في ديك الحلقه ما رضيتش بديك الحلقه لا ما رضيتش بديك الحلقه راه الحاله واحد الحاله اللي راحنا فيها في هذا المولى هادي عيانه ما رضيناش بها ما رضيناش بهذه الحاله اللي انا فني وصافي هذا هو شي سؤال تكلم كلام مزيان كاين شي واحد اللي يهضر ايش واحد يتكلم مزيان De lente is doorgebroken in Parijs. Oude Druppel, een van de oudste immigrantenwijken in Europa. Vier, vijf generaties Afrikanen wonen er. Thank you.
Dictée, étape numéro 2. Bonjour. Avez-vous devant vous votre bloc d'exercice, votre stylo et votre feuille de devoir? Oui? Eh bien, nous allons pouvoir aborder aujourd'hui les dictées de la seconde étape, dans lesquelles nous appliquerons ce que vous venez d'apprendre dans les deux premières leçons. Au travail, voici votre dictée contrôle. Titre, les agents et les bandits. Les agents et les bandits. Les agents pouvaient s'accorder. Les agents pouvaient s'accorder du repos. Point. Mais, soudain, le téléphone les appela. Deux points. On attaquait une agence voisine. Point d'exclamation. Il est impossible de compter les attentats. Point. Je suis en train de faire une dictée que je dois envoyer au courrier type, à l'école pour la corriger. Ça, je l'envoie par enveloppe. Pour la corriger, et le professeur, il me la renvoie. Et pourquoi vous faites un cours comme ça? Je fais un cours parce que j'ai l'intention de taper à la machine pour moi ou pour c'est-à-dire le commerce, pour à travers l'administration. Et je fais ça pour faire la dactylographie. Et parce que vous en voulez faire votre travail? Non, c'est pas seulement que ça, mais j'ai pas de diplôme et puis je m'ennuie beaucoup sans travailler. Ah, vous ne travaillez pas? Je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que je suis en invalidité. Ah oui? Comment ça s'est fait? Ça s'est passé en accident et puis j'ai eu un accident de moto. Et comment ça s'est passé, cet accident? Cet accident, j'étais à mon travail le matin à 5h30 du matin pour aller au travail. Il y a une équipe, on fait les 3-8, 3-6-8, 3-8-3. Et puis il y a une équipe qui est sortie, moi je l'ai rentré à l'usine, on s'est tamponné. On s'est tamponné comme ça. Après, j'avais perdu connaissance. Mais c'est quel type de travail que vous faisiez? Je travaille chez Simca Chrysler France à Poissy. Ah, et depuis? Et depuis, j'ai retravaillé un peu, mais je reste pas longtemps. Je reste une semaine, je reste 15 jours, puis je peux plus tenir. Comment ça se passe, la crise? La crise, ça se passe, c'est-à-dire que c'est ça. J'ai la crise de la tête. Hein? Je reste comme ça, deux jours, trois jours. Et là, c'est comme ça. C'est dur, c'est dangereux. Mais je fais gaffe, je prends ça. Je prends ces médicaments qui sont contre la crise-là. Alors je porte toujours un comme ça dans ma poche. Je le mets dans ma poche comme ça et je le sors. Si je bois la bière comme ça,
Oui. Si je bois une bière comme ça, ça j'ai la crise. J'ai la crise automatiquement. Oui. Mais quand je prends ça, ça, je ne l'ai plus. Je prends ça et... Attends. Ça. J'en ai pas beaucoup. Ça, c'est pour la toux. Je prends des médicaments, des calmants. Pour le métro, j'ai ça. J'ai la carte émeraude là. La carte émeraude pour le transport gratuit. Et j'ai la carte d'invalidité. En cas la police m'arrête, je leur montre ça. Si la police m'arrête, je leur montre la carte d'invalidité. Et ils me laissent passer. J'écris des lettres à l'administration surtout. J'écris au ministère de la Santé deux fois. Oui. Il m'a dit oui, je m'occupe de votre situation. Mais vous pensez que c'est juste que vous recevez moins qu'un Français? Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que un Français, s'il a la pension d'invalidité, on lui ajoute le Fonds national de solidarité. S'il a le Fonds national de solidarité, on lui ajoute l'adulte handicapé. Oui. S'il a l'adulte handicapé, on lui ajoute l'allocation compensatrice. S'il a l'allocation compensatrice, on le pousse aux écoles. Oui. Pour faire des études, pour faire de la machine, pour faire la guitare, pour faire quelque chose. Oui. Pour faire une branche, et puis il est payé. Oui. Il est bien payé. Là. C'est à vous la machine? Non, c'est pas à moi, c'est à l'école. C'est à l'école. Alors, là, ils me font faire des cours aveugles, comme ça. Il faut que je tape aveugle. La position, c'est comme ça. La troisième, première rangée, deuxième rangée. Toujours les doigts ici. Oui. Et là, je reconnais. Oui. K-S-D-F-J-K-L-M. C'est ma fille. Tous les matins, je la regarde. Tous les soirs, je la regarde. Parce qu'elle est loin de moi. Avec ça, j'ai pris un billet.
كل تولدوا جاوا في الدار هذه. نعم هذا. ليش في الدار هذه. وانت ما عندك قداش معاهم في فرنسا؟ انا؟ عندي 45. 45 راه 45 ما عندي 46. اي ما عندنا صالح انا عامل ولا 47. ومن حيث جيت تخدم في الباتيمون؟ نعم. تخدم في الباتيمون؟ هو غير الباتيمون خويا، غير الباتيمون. منى. معنا بالباتيمون نسيت حتى العام تاج؟ نعم حتى لنا وقت تاج وقفت من الخدمة هذه 3 سنين كو 3 سنين ما خدم 3 سنين يخلصوا فيك في الشمال كان يخلصني الشمال جو دوخ والو ومريض راني يعني مرات ما نقدرش نخدم دو يعطيكم 50,000 ماذا ما قلت؟ وي 50,000 شكون يعطي بيهم؟ هذا نتاع السيكور نتاع الأميريك السيكور دو الأميريك ولا عايشين بال قصدوا فيه وخويا انا كيلو على قدرنا عايشين بالصبر هذا ربي الحين نمشي نخون ما نقدرش نخون ما نقدرش نخون ما نقدرش نخون هذا عايشين باللي عطانا ربي سترا سيتو الواحد يستر روحه باش كان صغاركم قداش من صغار عندكم؟ ولاد؟ عباتك زوج الولاد؟ ولادي صافي انا جبت الكل 6 جبت 3 ولاد و 3 بنات ماتوا لي زوج بنات وماتوا لي ولد باقي لي 3 هادو لك 3 في فرنسا؟ ايه ماتوا فين عمر؟ قداش عمر؟ 8 سنين طفلة؟ طفلة 8 سنين الطفيل هذاك اللي مات هنا في فرنسا كي زاد مات الكوشما قصيدة الكوشما الاخر كبير عنده 36 عام في عمرو راه مزوج راه عنده روحو انتي مدام ما تخرجش في الدار انا رسمي في الدار انا في الدار تخرج تقضي تخرج نقضي ونولي كي نقضي كي واش عندي نقضي نقضي ونولي ما خدمتش قبل عمرك ما خدمتش في فرنسا لا لا خدمت في جمال ديفير 3 سنين من بعديها مرض من الكوز نتاع بنتي هذيك كي ماتت تحت مريضة بالقلب اما لا ما عاودتش خدمت ما نجمتش واش خدمت في شكون دي فيه تعمل؟ ميناج ميناج انت قلت الخدمة طيحت لك يديك كيفاش؟ هي الخدمة خويا كي كنت في الخدمة يديها هاي تعملوه ندبروه هاي تاكلوا عملوه ما نعرفش ما كلاريت ما والو مشات فيا والو في الباطيمة؟ في الباطيمة والو توجور نعم توجور هاي تعمل يديك هذا بيريت عليه رش بيريت عليه كان هايته واليوم هو شويه بيريت عليه تمام شوي وما عطوني والو عاود شفت 4 أشهر وانا في السبيطار هنا نسواني نهار التالي شمتوني انا ما نعرفش قال لي الطبيب ماشي زويت ولي السوماج وانا الناس قالوا لي روح عند الطبيب برا وكونتينوي الكونترو قال لي نتاع راسورانس قال لي كونتينوي عاود بيري على هذا وانا ما نعرفش ومشات فيا De vroege trein. Ali maakt nog eens de reis naar zijn oude werk.
de loopbrug naar de autofabriek worden we door bedrijfspolitie aangehouden. Ali is bang. Ik ben een man, blijkbaar, op reis in mijn hoofd als ik stilsta. Pas op de plaats makend wanneer ik beweeg. Verder gaat de weg, maar eerst, in juni, in Amsterdam, zien we hardhandige ontruimingen van gekraakte huizen. De krakers van de Kinkerstraat onderhandelen met de gemeente. Loze ruimte in leefruimte te veranderen. Er is een nieuwe bewoonster bijgekomen. Ik had geen enkele mogelijkheid op mijn eigen woning. Ik dacht, ik ga naar Blijf van mijn Lijf. Daar word ik verder geholpen. Waarom ging u naar Blijf van mijn Lijf? Om een onderdak te hebben. Maar waarom juist daarheen dan? Ik wist geen andere mogelijkheid. Maar toen en kwam ik... En u kon dus niet thuis blijven? Nee, daar waar ik woonde kon ik niet meer blijven. Terug naar mijn man wou ik niet meer. En waarom niet? Dat botste werkelijk van beide kanten. Dat botste te hard. Toen mocht ik van die ene bewoner, die heeft eerst gevraagd aan de andere bewoners of het goed was. Toen mocht ik hier blijven. En hoe vindt u nou dat u bij krakers in huis zit? Ik heb ontiegelijk veel geleerd. Ik heb nooit geweten wat erachter zat. Ik heb altijd enkel maar negatieve kanten gehoord en nu heb ik een heleboel positieve kanten meegemaakt. Ja, welke zijn dat? Die woningnood die is er al vanaf de oorlog. Wij zijn altijd netjes opgevoed, je moest altijd netjes en beleefd blijven. We hebben zelf ingewoond, onze kinderen hebben ingewoond. Die wonen dan uiteindelijk allemaal buiten de stad, want in Amsterdam is er geen plaats. Maar deze nieuwe jeugd, die gaat zich verzetten, die neemt het niet langer meer. En daar heb ik bewondering voor. En daarom denk ik, nu was ik nog maar een stuk jonger. In mijn huwelijk, daar werd je in een bepaald weggetje gedwongen, je moest precies zo leven. Toen ik daar weg was, kwam ik weer in een ander straatje, moest ik weer precies leven. En nu kan ik gewoon vrij leven. Ik kan ook zeggen wat ik wil. Dat zou je nooit gedacht hebben als je het alleen maar van de buitenkant allemaal gezien had. Juist doordat ik hier inwoon, maak ik het mee. Het is een hele belevenis. Om te tonen dat het de krakers ernst is om een gewelddadige treffen te vermijden, hebben de bewoners van de Prins Hendrikkade al het gooi- en smijtwerk van het dak verwijderd. We kunnen het pand niet verlaten. Wanneer gelijk gevorderd wordt, is ontruiming niet noodzakelijk. Amsterdam, 19 augustus, 11 uur. Het gaat tot ontruiming van het gekraakte pand. De burgemeester is daar niet op ingegaan. En de krakers die zijn er in zover op ingegaan dat ze als een gebaar aan de Amsterdamse bevolking het dak hebben ontruimd. Dat wil zeggen de rotte die daar stond om eventueel naar beneden te werpen, dat hebben ze daarvan verwijderd. We zijn in afwachting van een verklaring van de Raad van Kerk die vanmorgen om 11 uur is uitgegeven. Het kan dan ook niet beter zijn dan het calorievrije zoen.
twee uur radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Burgemeester Polak van Amsterdam is niet van plan vandaag andere gekraakte panden te laten ontruimen dan de flats aan de Prins Hendrikkade. Voor het gekraakte pand hebben omstanders de straat opgebroken en de straattegels op stapels gelegd. Verder is de toestand rustig. Er zijn mensen in het water gesprongen over, toch? En de commando eenheden daar, jongens? Ja, met de derde busje. Ja. Die man die daar bovenin in die hij staat. Kijk, commando's, moet proberen. In die bak. Waar? Hier, die container die nu omhoog gaat, recht voor je, achter die zaal. Ja, maar waar staan hier de mitrailleurs? Daar in die bak. De karabijnen wat die jongen. Nog even klaar in, man. Zie je dat ze wel traangas binnen gaan verlopen? Nee. Ze hebben maskers bij zich. Ja, kijk eens daar in die bak, daar zitten mensen klaar met traangas creëren. Geen dat bakje eruit smoken hoor. Daar verderop zitten ook allemaal jongens klaar met gas. Sommige kan zo beginnen hoor. En als zij dat gaan zetten, dan gooi ik het raam open. Ja, sowieso. Ja? Nu? Nee, wat? Nog niet. Geen verhaal. Ik wil er nu in. M.E. verstaat u mij? Wij beantwoorden dit met een vooraf opgestelde persverklaring. Een gigantische mobiele eenheidsmachinerie is dus nu toch weer uitgelukt. Wat ik hier voor me zie is ongelooflijk. Nu gaan we niet in op de provocatie die zich hier afrolt. Daarom hebben wij besloten om nu geen confrontatie aan te gaan met de tegen ons ingezette politiemacht. Wij houden onze strijd in eigen handen. De kraak van de luxe appartementen heeft de publieke discussie tot gevolg gehad over de leegstand van dit soort woningen, waarmee de speculanten op dit moment vrijwel de hele binnenstad volgooien. Nogmaals, minstens 1100 van die luxe dingen staan leeg. Nu deze luxe ontruimd wordt, ontruimd is reeds, want de krakers die zijn er al lang uit. De krakers hebben het pand een paar uur geleden al verlaten. Nu deze zogenaamde luxe ontruimd is, kunnen de woningzoekenden huisvesting op deze plek wel vergeten, totdat er opnieuw gekraakt wordt. Wij gaan door.
Verder gaat nu de weg naar het zuiden. Amsterdam, Parijs, Lyon, de berg in. Patrice Bertin présente Aperçoir. Pologne, la fin des illusions, les grévistes au pied du mur, Varsovie ne fera plus de concessions, la presse polonaise s'aligne sur la presse soviétique et dénonce les fauteurs de troubles antisocialistes. Vous êtes en train de faire maintenant, monsieur? Ah, ben, dit qu'il y a de la lavande. Et comment ça va avec la lavande? Ben, pas très bien, hein? Pas très bien? Non. À cause de quoi? À cause du prix, hein? Ça se vend mal, hein? On dit que, qu'il y a des changements dans le prix de revient, hein? Ah oui, ça revient. Ça revient plus cher maintenant. Oui. Ouais. Et le prix de vente Le prix de vente, c'est. Ça n'a pas augmenté. Hein. Non. Quelle est la. C'est comme ça généralement avec la culture ici? Ah oui, parce que toutes les cultures. Ouais. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ma foi, on n'est pas jeune maintenant, vous savez que... Mais vous restez? Ah, mais on reste là jusqu'à la retraite, hein, puis après, ce sera fini. Hein. Oui. Et le reste du pays? Oh, c'est pareil. Hein. C'est pareil? C'est pareil, hein, tous les petits pays par là, c'est... J'ai toujours vécu ici, moi. Toujours à cette ferme? Toujours là, oui. Vous y avez passé votre jeunesse? Oui, oui, je suis né ici. Et... Et comment c'était la vie? Bah, la vie, les gens, ils étaient habitués à l'époque. On se contentait de moins. Hein. Oui, on était content avec moins. Avec moins, oui. Puis il y a moins de frais, il y a moins de... Les gens y vivaient beaucoup moins. Hein. Mais vous croyez que c'était une vie bien quand même? Ah, ils ne vivaient pas comme maintenant. Hein. C'était pas du tout pareil. Hein. Mais vous pensez que c'était bien quand même ou que c'est mieux maintenant la façon de vivre? Vous remarquez que c'est quand même mieux maintenant. Hein. Oui. Ça... Vous pensez que c'était trop dur quand même? C'était trop dur. Hein. Mais en même temps, maintenant que c'est moins dur, les gens sont quand même obligés de quitter leur terre aussi. Eh oui, parce qu'ils on ne peut pas s'adapter au travail mécanique. Hein. Il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas du matériel qui puisse travailler bien en pente, hein, comme ici. Hein. Non, ça n'existe pas? Ma foi, peut-être un jour. Hein. Mais j'ai quand même entendu qu'il y a des tracteurs maintenant spéciaux pour la pente. Eh oui, mais c'est trop cher. C'est trop cher? C'est trop cher pour les petites exploitations. Hein. L'essence reste au-dessus. Là. L'essence étant plus légère, elle reste en haut. C'est un beau produit, vous trouvez? Bah, ma foi. Ancien temps, oui, c'était bon. C'est une affaire de concurrence, vous pensez? Non, sûrement, hein. Puis peut-être il en faut moins, hein, ça. Ça normalement, ça s'emploie pour quoi? Bon, parfumerie, je pense, hein. Le savon? Le savon, oui, sur des machines comme ça. Hein.
comment avez-vous rencontré votre mari? Comme ça, le hasard. C'était dans une fête ou... Non, comme ça. Sur un bout de chemin. Sur un bout de chemin. Et ensuite? Ben ensuite, ma foi, on m'a fait connaissance et on s'est mariés. Et ça a marché? Et ça a marché, puisqu'il y a 27 ans, je suis ici. Il y a quand même beaucoup de changements dans ce sens que la campagne se vide. Ah, la campagne se vide, oui, ça. Et comment vous ressentez ça? Ben, on le prend comme ça vient. Ça doit faire quand même un effet. Que... Oui, ouais. Un peu. Ouais. Est-ce que vous pouvez exprimer ce que signifie la montagne pour vous? Est-ce que vous pensez en marchant, en grimpant là? Oui, ben on a toujours vécu là et oui, bien sûr, on pense ailleurs. On pense aux enfants qui sont en ville, on pense à d'autres connaissances, à des parents, à des amis. Mais on a vécu là, on ne pense pas d'aller ailleurs pour le moment. On y a toujours vécu et c'est notre vie. Il vous arrive de penser comment se change le monde? Vous avez parfois des idées là-dessus? Des idées, c'est... Oui, un peu quand même. Oui. Et quoi? On se demande ce que sera l'avenir plus tard pour ceux qui viennent après nous quand même. Oui. Dans le sens, par exemple, le chômage. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle bien du progrès, mais le progrès, ça a du bon et ça a des revers aussi. Pensez à quoi, par exemple? On ne sait pas. Ik wou dat ik eens gewoon kon kijken, dacht ik in de Alpen.
de bocca della verità, de mond van de waarheid. Steek je hand erin, zeg, ik hou van je. Als je liegt, bijt hij hem af. Domenicale di Alto Gradimento. Tutto questo perché noi teniamo molto a distinguere la domenica dagli altri giorni. Perché? Sì, perché la domenica, malgrado per voi è un giorno di riposo, ma per noi è un giorno lavorativo. E sì, quindi lo notiamo subito. Perché noi appena abbiamo qua. Dunque, io ho conosciuto mio marito nel 1921. L'ho conosciuto perché lui era impiegato alla raffineria che dovevano fare scatole di tonno. Cosa lui come falegname, come carpentiere, saldava le scatole con l'olio d'oliva e tutto, no? Era l'epoca di pace, no? Dopo che siamo tornati di là, per non si poteva più rimanere in Africa per la causa del partito. Poi era 10 anni ormai che non vedeva più la famiglia, dice torniamo nel nostro paese, no? E siamo tornati nel 23, siamo tornati di nuovo a Reggio Emilia. Cioè con questo eri diventato cittadina italiana, insomma? Sempre cittadina, io da quando sono nata sono sempre cittadina italiana, dalla nascita, perché io sono stata riconosciuta direttamente da mio padre. Non sono quelle riconoscimento di pagamento che mi fanno. Sì, chi ci va, invece io no, lui è andato lui personalmente, ha detto questa è mia figlia, da una donna che non è sposata, che sarebbe poi lì, non davano il permesso, allora non potevano né sposare né niente. Una donna convivente con mio padre, che poi noi abbiamo, papà e mamma hanno avuto 5 figli. 4 maschi e io una femmina. Quindi cittadini italiani fino tutti nascita. Cittadini italiani, anche i miei fratelli, che okay. Poi a sua volta loro hanno fatto il soldato. Sì. Nel 23 quando siamo andati in Italia non si poteva uscire dopo le 9 per causa del partito, del pace. Del pace. E là obbligavano che noi dovevamo per forza votare, lì c'era scritto tanto votate e chi non era di quel partito lo trattavano, non trovava lavoro, non solo. Io che ero di colore, come andavo fuori mi venivano i bambini addietro così come tante mosche, dicevano dice c'è la mora, c'è la negra, c'è qua, c'è là. Poi famiglia, no? La famiglia? I parenti guai, non volevano vedermi, non volevano neanche venire a tavola con me perché ero negra. Poi hai voluto ritornare? Io allora disperatamente ho detto o voi altri mi mandate a casa mia o io vado sotto il treno. Però la famiglia, la proposta che dovevo lasciare una figlia a mio marito e una figlia me la portavo via, la grande che era più scura. La prendevo io, quella che avete visto ieri, un po' più scura, non più scura, aveva i capelli neri e la carnagione olivastra, insomma. E invece l'altra aveva la pelle bianca e i capelli castani, sul bianco, insomma. Allora quella per papà. Sì, così, in modo che chiara rimaneva qui. Rimaneva a suo padre. E quella più nera veniva con me in Africa.
quando sono andata in Africa, siamo partiti io, le due bambine. Dico, io non voglio continuare a litigare con questa gente, datemi i miei figli e io me ne vado. E mio marito l'abbiamo lasciato. Dopo 4 mesi, io ho fatto in tempo a fare il biglietto a mio marito. Lui è andato a lavorare subito. Il potere dello Stato in mano di chi era? Sempre italiano. Sempre italiano? Sì. Italiano, ma sempre sotto questo dominio di protettorato e cosa. Certo che era meglio prima. Perché era meglio prima? Era meglio prima perché non c'era tutta questa differenza o cosa. Invece dopo poi bisognava stare attenti, non si poteva andare né a mangiare assieme perché c'era separato. Io separato di colore? Di colore, sì. Apartati, sì. Quando è arrivata la cartolina della seconda guerra del 40? Sì. Quando è venuta la cartolina del fascio, dice al camerata Spaggiari, dico guardi che mio marito non è mai stato vostro camerata. Dopo la guerra dice se ne parlerà. Non so chi vince e chi perde, giusto? Dio è grande. La fine del dominio italiano, no? Te la ricordi? La fine del cose italiane, sì. Li pigliavano tutti gli italiani, li caricavano sui piroscafi, vogliono o non vogliono, gli rasavano i capelli, pure, tutti i calvi. Li maltrattavano e giù, tanti poverini sono saltati giù dal camion per scappare, tanti sono morti, tanti sono scappati e tanti sono dovuti andare sul piroscafo e mandarli al Kenya, mandarli in Nairobia, mandarli ai posti di concentramento. Sì, il potere era a mano degli inglesi in quel inglesi, momento. Inglesi cosa facevano? Gli inglesi prima hanno dato come cose da mangiare, da qua, di là, e poi c'era la prostituzione dappertutto. Io ho visto Haile Selassie, gli ho dato la mano. Io ritorno, l'ultima volta che sono venuto in Italia, no? Sì, nel 72, perché allora eravamo obbligati a venire via. Uno, chi voleva rimanere a spese sue, a scapito suo. Cioè, ma noi obbligati perché il governo italiano non comandava più, perché ormai era diventata indipendente, non siamo desiderati, tutta l'abbiamo lasciata, tutto, abbiamo portato un po' di quella specie, che noi senza specie di quelle che brucia non possiamo vivere, quella farina di ceci è buona, tutta roba da mangiare e qualche oggetto in oro. Mio marito ogni anno mi regalava un cerchio d'oro come ricordo di matrimonio, no? E avevo 48... 48 cerchi di oro? Cerchi. 48... No, prima di cosa lui quando si è ammalato ne aveva appena 36, 37 bracciali. Ma poi dopo erano pesanti, dico che faccia la Madonna di Pompei qua. Poi quando siete venuti qui è cominciato l'altra fila della casa, no? Ci hanno tenuto 45 giorni in pensione. Qua a Roma? Qua a Roma, alla pensione Claudia. Ci hanno dato da bere, da mangiare, ci hanno trattato bene. Sì, sì. Mangiare, bere e cose. Però, 45 giorni. Poi ti chiamavano, ti davano
i 500.000 lire, tu firmavi. Il giorno dopo, un giorno in più, ti mettevano fuori. Nonna Rosa uit Eritrea, 80 jaar, woont met haar achternichtje Alba en de kleine Tonino op Driehoog. Geboren uit een samengaan van kolonisator en gekoloniseerde, is ze nooit thuis geweest. Eritrea, aan de Rode Zee gelegen, werd een kleine 100 jaar geleden door de Italianen gekoloniseerd. Ieder beschaafd land nam zijn deel van de Afrikaanse koek. Later werd ook Ethiopië gepakt. Eerst door de Italiaanse fascisten, daarna door de Engelsen. Toen liep het koloniale tijdperk af en de oude keizer Haile Selassie kwam weer op de troon. In 1962 lijfde hij Eritrea bij Ethiopië in. Het was zijn uitweg naar zee. Sindsdien vecht Eritrea voor zijn vrijheid. Ethiopië gooide veel bommen en napalm. Eerst met hulp van de kapitalistische landen. Maar sinds Ethiopië socialistisch is, moordt men met Russische hulp. Als er niet zo geleden werd, zouden we de naam Eritrea niet kennen. Preghiamo. O Padre, siamo qui riuniti questa mattina attorno alla mensa di Gesù per ricordarti la nostra sorella defunta Calauti Caterina nel primo anniversario della sua morte. Nella nostra vita, nella nostra società, nella nostra storia, tante cose. Si può dire che quasi tutto sembra parlarci di morte. Il male che regna nel mondo, l'oppressione, le ingiustizie, le malattie, la fame, le miserie. Pensiamo ai nostri che sono stati in America
magari quelle traversate di una volta in cui rischiavano anche di morire nel viaggio per nave, che magari dovevano fare, come ho sentito con le mie orecchie da qualcuno, quel viaggio magari nascosto in qualche tombino della nave, e pensavo in America perché? Perché pensavano ai loro cani, nella miseria, nella fame, e questi padroni in Calabria. Magari ritorno, fa un po' di fortuna, ritorna per costruire una casa, magari appena messo sull'ultima tegola, un terremoto, crolla tutto, tutto il guadagno distrutto, eccetera. Ecco, questi discepoli, dice Luca, erano in questa situazione. Cioè avevano messo tutta la loro fiducia, tutta la loro speranza, tutti, si può dire, i loro beni in Gesù, e tutto è stato distrutto, crollato, ormai se ne andavano, ormai, dice, ormai non vogliamo più saperne di niente, ormai questo mondo è un mondo infame sulla base, non si può fare più niente, disperato. Tale che è la causa di questo laboratorio. Ci siamo chiesti, ecco, concretamente che cosa significa essere dalla parte delle masse popolari, dalla parte degli ultimi qui in Calabria. Significava lottare per esempio contro l'emigrazione, la mancanza di lavoro, la disoccupazione, e da questo bisogno è nata questa idea della cooperativa. E il principio della cooperativa è anche quello di una crescita culturale comune, perché nella cooperativa siamo tutti allo stesso livello, no? Siamo tutti uguali, le decisioni si devono prendere insieme, e c'è anche un'emancipazione da parte della donna, perché si sa, in questa società chi trova sempre più difficoltà a trovare lavoro è la donna. Natale, è possibile dare un po' più di luce a questa signora? Signora, credo che è vero che dici? Sì, io credo a quello che Natale ha detto, perché noi altri qui in Calabria, specialmente a Gioiosa, noi aspettavamo qualcosa per lavorare, perché in campagna si lavora, però sempre nello stesso punto siamo. E adesso, da parte mia, ho aspettato tanti anni perché volevo lavorare, ci tenevo a un lavoro. Così dopo, quando ho saputo che Natale ha organizzato questa cooperativa, mi sono iscritta, e così adesso mi trovo qui a lavorare, e credo che speriamo bene. E che voleva lavorare o aveva bisogno? Certo, perché mio marito ha avuto due operazioni, tanto può lavorare. Ho due bambine, così nella famiglia c'è sempre bisogno. Facile con la relazione nella famiglia? È un cambiamento grande? Sì, insomma, no, troppo grande no, perché io mi alzo la mattina e sbrigo quello che devo fare, dopo vengo qui e la sera, quando ritorno, vedo un po' tutto anche a casa. Qualcosa si trascura, però
insomma, ci sono due lavori adesso. Che pensa di un prete come Natale? Beh, insomma, per me quello che dice lui, per me è sempre stato giusto. Perché gli altri preti non hanno mai ragionato per conto mio giusto. No. Lo dicono la verità. Pensano per loro, fanno i milioni per loro, per farsi le case, pensare per i nipoti, insomma. Non pensano, invece Natale ha pensato per tutti per noi, ha organizzato questa cooperativa, che gli altri da tanti anni nessuno ha fatto niente. Non solo a Gios, ma in nessun paese. Invece Natale sembra proprio uno che è mandato da Dio per formare tutto questo. Se no, se non era lui, chi gli importava di formare questo per noi altri poveri, per noi altri bisognosi del lavoro? Gioiosa Ionica, dorp aan de zool van de Italiaanse Laars. Een half uur verderop aan de kust ligt Locri. En de pastoor daar heet Don Stilo, een machtig man. Men zegt dat hij een blaffer onder zijn rokken draagt. Natale tu lavoras in una struttura corrotta. Ma è un'esperienza che io ho incominciato a fare poco per volta, no? È dal 68 che io mi trovo in Calabria a operare qui nella diocesi di Gerace Locri e avevo incominciato, ero in seminario, a fare il vice rettore in seminario, avevo incominciato a interessarmi di un paesino di montagna, sta a 800.000 km sul mare, Canola Nuova, ho cominciato a interessarmi di quella gente e mi ha sorpreso il fatto che la gente quando veniva da me come prete, veniva da me considerandomi un uomo potente, quindi cercava da me favori, la possibilità di poter avere un posto di lavoro per esempio attraverso il mio interessamento. E io mi sono subito rifiutato a prestarmi a questo ruolo. Ho fatto capire alla gente che io non volevo essere, non ero un uomo di potere, né volevo essere un uomo di potere. No? E allora c'era qualcuno che incominciava a dirmi, ma tu conosci un certo Don Stilo, sai, lui può fare tanti favori, eccetera. Quindi gente che mi diceva che era implicato dentro la mafia. E allora durante una riunione di sacerdoti io mi permisi, perché ci si lamentava che non c'erano vocazioni, non c'erano giovani che volevano diventare preti nella nostra diocesi, mi permisi di dire, ma fino a quando noi nella nostra diocesi avremo dei preti di questo tipo, cioè che sono accusati di essere delle colonne portanti della mafia, di essere dei capi mafia, e noi stiamo zitti, noi accettiamo questa situazione, come possiamo pretendere di fronte a questa immagine corrotta di chiesa che i giovani si sentano portati a farsi preti? E poi si presentò Don Stilo nella riunione, si avvicinò a me dicendomi, guarda, tu sei una formica, io ti posso schiacciare come una formica. E all'uscita della riunione ci fu un prete che mi disse, un prete anziano di diocesi, guarda, queste cose noi le sappiamo meglio di te, tu sei uno che sei da poco qui nella nostra diocesi, non sai certe cose, come bisogna comportarsi, però sappi che è meglio stare zitti perché potresti anche essere ammazzato. Io penso che la storia appunto di tuo fratello possa essere una storia molto significativa. Vorresti magari dire un pochettino, ecco, chi era tuo fratello, cosa rappresentava qui, insomma, in questo ambiente, quello che faceva, insomma, per la gente. Mio fratello era un giovane lavoratore che lavorava per tutti, era unico per tutti, proprio che non faceva parzialità. Era un giovane molto di cuore, buono, che lavorava notte e giorno per tutti, aiutava tutta la famiglia e gli amici. Sì. Ecco, forse da chiarire, no? Tuo fratello era mugnaio. Sì, faceva il mugnaio e
portava la farina nelle campagne. Sì, esattamente, si è messo a lavorare da piccolino, faceva il garzone, poi siamo arrivati a questo punto a mettere un mulino per conto proprio e poi la mafia ha iniziato appena abbiamo aperto questo mulino a lottarci in continuazione, quando a mettere fuoco, quando a rubare, a sparare in continuazione. E qui a Gioiosa Ionica appunto era stato ucciso quello che veniva considerato il capo della mafia e avevano imposto la chiusura del mercato, sì. Quindi tutti i negozi dovevano chiudere, mentre invece tuo fratello, lui effettivamente ecco, ha visto fedele al suo dato che vedeva questa ingiustizia, insomma, ha visto questa gente andare in giro a obbligare questa gente a chiudere il mercato, lui non ha chiuso il mulino, tutto aperto il mulino, non solo, ma poi ha denunciato e ha fatto i nomi di tutti questi mafiosi che andavano in giro insomma, a sottomettere questa gente ai venditori ambulanti. Un bel momento, mentre andavo in campagna a portare la roba, questa gente, ai clienti nostri del mulino, che era di solito per consueto a portare tutta questa roba, dietro una siepe gli hanno sparato. Tuo fratello quindi ha denunciato questa ingiustizia, ha denunciato chi erano gli autori di questi misfatti e quindi ha pagato questo suo pagato coraggio con la vita. Sì. Con la vita. Sì. Rocco Gatto. Cherubino Giuseppe, Primboli Luigi, Cosimo Commisso, Correale Luigi, Racco Francesco, Racco Benito, Femia Felice, Agostino Maria, Zavaglia Domenico, Amleto Monteleone, Montanino Giovanni. Tutte queste persone sono state uccise in questi ultimi 5 anni dalla mafia. Ga van gezicht naar gezicht. In de tredmolen van overproductie, waanzin en winst voor weinigen. Ik weet het niet. Misschien hadden ook de doden liever geleefd. Sprong over zee en landen in een land dat ademt, eet en drinkt bij de gratie van een rivier, de Nijl. De oevers, 2 smalle stroken groen. De delta, waar de rivier zich vertakt voor hij in zee stroomt. De rest is zand. Het leefbare oppervlak is niet groter dan Nederland. Daar wonen 40 miljoen mensen. Ieder jaar komt er 1 miljoen bij.
Oh.
Op de dag voor het offerfeest, de Aïd, is Cairo vol dieren die wachten op hun dood. Een tevreden man kijkt uit zijn raam. Ramadan, die zo heet omdat hij in de vaste maand geboren is, is ambtenaar bij een ministerie en taxichauffeur. Sinds de oorlog met Israël, die niet verloren werd, in 1973, zegt men dat het goed gaat. Het land heeft zijn deuren geopend voor het Westen. Er kan snel verdiend worden. Een nieuwe klasse komt op in de nieuwe branches. Im- en export van luxegoederen. Luxe bouw. In de familie van Ramadan wordt vanavond veel vlees vermalen. Men kan het zich permitteren en laat het zien. انا عارفه مين اللي هيجي يذبح النهارده في يوم ده لا هيجي عارف لو جاب ابن غضنفر وقال لك يا جمال هجيب ابن غضنفر اصل نهار عيد ميلاد هبه جاب ابن غضنفر لسعاده ده بعت لها الخفاف ساعد شفت العو؟ حد يعمل بيده على الطرق لا ما اللي اخذ الناس De handen in bloed op de muur behoeden het huis voor het boze oog. De kleine jongen wordt een beetje meer man. Op de eerste ochtend van het feest propt men zich vol vlees. Iedereen die het heeft.
De meeste mensen krijgen steeds minder. Minder eiwitten per hoofd van de bevolking. Het is ook de dag van de jeugd. De jongeren zwermen uit over de pleinen, in de parken, tussen de piramides. Op de tweede ochtend van het feest gaat men al vroeg naar de begraafplaatsen om de dag samen met de doden door te brengen. Betere families hebben op of naast het graf een huisje. Deze huisjes worden de rest van het jaar door daklozen bewoond. وفي العيد لازم نيجي ونعمل حاجات كويسه نفرقها على الشباب.
روحي ميتي. كل سنة لازم نيجي هنا في العيد الصغير وفي العيد الكبير. لازم القرافة دي أهم من كل حاجة عندنا في العيد وفي المواسم. احنا واولادنا واخواتنا والحبايب نجتمع كلنا هنا لما نكون عايزين نشوف بعضينا، نطلع على الميتين نيجي كلنا نتلم ونقعد هنا نسلم على بعضينا. احنا دلوقتي في التراب بتاعت اجدادنا، هم موجودين هنا عندنا وبنزورهم في المواسم والاعياد وفي اوقات متفرقه من السنين. العائلة كلها بتاعتنا في المكان هنا هو التربة بتاعت والدي وبتاعت أهل عيلتي كله. كل سنة بنذبح علشان الغلابة يأكلوا في العيد ودعونا على روح الناس اللي ميتت في التربة على أموات المسلمين، وبنجيب ناس تقرأ قرآن علشان الميتين. ومش كل الناس فقراء، بس دي عادة بيحبوا ياخدوا من القرافة حاجات للذكرى، بركة من الأموات. من عند ربنا. من عند ربنا. Can you consider yourself a rich man? Me? I'm medium man, not too rich, not too poor. And how do you think people live here in Egypt? The people living good for living. Because the government supply us by good food, and education free, and the university, you can go to the university free, and the college, and the hospital is free. And it supply the food for the poor people, or for the Egyptian to eating the food. And the food, a lot of food is enough for Egypt. So it's very good. Yes, it's very, very good, our government. Yeah. Gamal, de broer van Ramadan, staat als bewaker bij de nieuwbouw van Sheraton. دخلت الجيش سنة 77 وديت في القوات الخاصة استطلاع. كانت أحلى فترة في حياتي عايشة مع زملاتي. بالنسبة لي الزملاء جيت لما طالع من الجيش ما قدرتش أخرج، كان صعبان عليا العيش. وبعد ما خرجت من الجيش دخلت في حرس خصوصي اللي هو شيراتون لضبط الافراد الغير مرغوب فيهم ومنعهم من ارتكاب اي جريمه. وحاليا دلوقتي باخد مرتب 40 جنيه. وبالنسبه لي انا كان المفروض اخد من المرتب بتاعها ده المفروض مش اقل من 100 جنيه عشان الواحد يقدر يكون نفسه، لاني دلوقتي عايز اتجوز وعايز اكون نفسي، والحقيقه انه صعبه بالنسبه للماده. تقدر تعمل ايه بال 40 جنيه؟ ال 40 جنيه دول يعني لما نيجي نقسمهم هتيجي بالنسبه للسجاير مش اقل من 15 جنيه، مواصلات بتاع 7 جنيه 8 جنيه في الشهر، والاكل طبعا والعيشه دي ما بيقضيش ال 10 جنيه او ال 15 جنيه. فمن الصعب هنا الحياه بالمرتب ده.
تقول لا تغتروا بذاتي لكن لكم خلقتها فيكم لتختاروا أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا ولكن اعملوا لشيء آخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية ولا قدرة لكم معرفة ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالأسباب تروح تزرع وتألف وتروي إنما أنت في الآخرة عايش بالمسبب بكون انتهى كل شيء فمن احترم أمر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الآخرة يبقى إذن أنا حجبت نفسي من بعض الشهوات لأحقق لها أعلى من الشهوات وهم والصنف الآخر أعطى لنفسي واليمن الجنوبي والفلسطينيين ويأيدوا الاتحاد السوفيتي ضد افغانستان. اتنقلت معركة الخراب والدمار اللي عملوها في الأمة العربية نقلوها للأمة الإسلامية وده السبب ان احنا بنبدأ جامعة الشعوب الإسلامية والعربية. أخيرا وليس آخرا طبعا معركة لبنان ماشية زي ما انتم عارفين لبنان من 7 سنوات ممزق لبنان الآن اتقسم سوريا لا زالت في لبنان السعودية والكويت والآخرين كلهم لا زالوا بيمولوا الجيش السوري اللي عمل كل هذا في لبنان إسرائيل خدت جزء من جنوب لبنان كلنا سامعين وضمته بتعمل في الشوارع العرب Via een kennis van ons, een dokter, komen we bij Fauzi, een nachtwaker. Het is moeilijk een arme man aan het woord te krijgen, hoewel er miljoenen van zijn. Fauzi woont met zijn vrouw, zijn broer, zijn schoonzuster en 2 kinderen in een kamer van 3 bij 3 meter in een wijk die aan de rand van de stad verrijst. Hij kan spreken. وشغال بالليل وقاعد بالنهار وراح وراح كويس يعني تمام ها؟ ده كان تعبان جيت ازاي القاهرة؟ جيت حوالي من 5 6 اشهر كده والله شغال فلاح فلاح تعب المعيشة تعب وهي عامل منها تعايش بس اتعلمت في المدرسة؟ لا ما عرفتش لا طلعت ما لقيتش حد من المساعدة ما فيش انت عايش من هنا؟ عمرك كم سنة؟ 45 عمر مراتك كم؟ 18 الدخل بتاعك بيكون قد ايه؟ باخد 20 جنيه يس 20 جنيه طيب بتصرف قد ايه مثلا؟ بتحوش قد ايه؟ بحط 9 جنيه في الايجار والباقي بس. And how much he needs for eating؟ تدفع فلوس اكل قد ايه مثلا؟ اكل يعني قلت اليوم 2 جنيه نضيعهم. بشتغل بالليل، امسك بالليل واجي بالنهار. وسلم الصبح. الساعة 6 الصبح. How many hours? How long? كم ساعة؟ الليل. How is life here in this area? حياتك طبعا في العام في هذه المنطقة. حياتك في هذه المنطقة بتكون ازاي؟ ولا انت تعبان؟ عايزك تعبان. يعني كنت مرتاح كله مرتاح ايوه شفت خلينا نروح مصر باسين تعيش في مصر هنا ما تخلفش ياخد الفكره يعني كنت سيئه عني
المصري زين، انا باخذ فكره كويسه. حتى لو انت واحد كلها اخبار. سليم عليك. عشان مش عايزين احنا بينا وبين بعض نكون مفيش تعب كويس؟ اكيد مش عايزين يعرفوا عننا اي حاجه. كويس يعني مرتاح. قول كويس انت. You say this area is very nice. جايبين ليه كده بيكلموا يسالوا؟ بيسالوا ليه؟ ولا اي كلام؟ دايما هناك دكتوره من هناك بره. ليه؟ جايب علشان هي الدكتوره هتحطهم وياك ياخد الفيلم ده ويشوفوا اسرتك وكيف دكتوره اجنبيه ولا؟ ها؟ دكتوره اجنبيه؟ لا مش اجنبيه. عشان هي بس هم كلموا بس هي يعني بتشتغل باجنبيه ومتعرف. يا ما انت رحت كشفت يعني؟ لا اللي هو عند ابوك انت فيه. وبعدين ما فيش حاجه، ما تخافش من اي حاجه، ده هم ياخدوا بس فيلم. يعني مثل بيها اللي هو بيشتغل عندك. ما فيش حاجه. بس مش برضه يدوك فلوس؟ يا باي مشوف. لا ما فيش حاجه. اهلا يا بلا بزاف. اهلا. الله يرحمك. فلوس بس ما فيش حاجه. هي بتقول ان هي تبقى 20 جنيه. 20 بس؟ بس بعد ما نخلص احنا بنقول له بس كم بدل. ايه ما اعرف انا بوريهم يا ولاد. شكرا. De nieuw aangekomenen uit het zuiden zetten hun bezittingen op het perron. Stroomopwaarts de Nijl, de boot van de zon.
عافية عافية عافية. وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته اليوم صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفوق الرئيس الأمريكي كارتر على منافسه الجمهوري رونالد ريغان. حصل الرئيس كارتر على 82% من مجموع الأصوات التي شملها الاستطلاع في مقابل 39% حصل عليها ريغان. وقد علق المحللون السياسيون على هذا الاستطلاع بأن الفارق بين كارتر وريغان ما زال ضئيلا، وأنه من الصعب التأكيد على أن أي من المتنافسين في مركز أقوى من الآخر. وقد أعلنت إيران أن القوات العراقية تصاعدت اليوم من جنوبها على المداخل الشرقية لمدينة عبدان مستخدمة تدريبات متحركة. وبشر بوير أمنية العامة للقوات المسلحة العراقية. هذه صورة سنوري عليس ايوه عبد لبي بكره هشوفك في التلفزيون يا عبد لبي لا ماشي هو شغال نشيط ورا اديله طلقه في ظهره يا ده انا مشتاق مني عقرب يا شغال نشيط اطلع اطلع من ضمن تصوير على الكام ها خش على شوي لا 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 Teruggekomen in de stad, denk ik, het is wel moeilijk de werkelijkheid aan te raken.